Jij stel je erbij? Zit er niks in, hè? Maar de oerlanging van deze poeptonnen waard symbolisch de tontje loods oerdien van de gemeente Zuidwest-Friesland naar Iepelof Museum de Soekerij in Den Waard. De voorzitter van het Iepelof Museum is de mij uit de schroeven. Ja, fantastisch natuurlijk. Dat is een loods uit 1880, die past precies bij die gebouwen die wij hebben Soekerij. En die ben ik van het jongetje in de eeuw. Ook in Zuidwest-Friesland is men blied dat er een nijplak voor is voor de loods uit 1880. De locatie bij het Stwat in Bolzert, wat uitweiden worden voor de gemeente werken en daarop waart de ziektocht naar een nieuwe locatie voor de loods opzet. De suikerij die heeft dat oppakt en die is in contact gekomen met ons. En wij hebben ons wel idee om het gebouw ja, wat lietser misschien te behouden. Maar als je dat gebouw gewoon compleet horen kennen en je kan dat compleet verplaatsen en ik nog in een museum, nou, dan heeft het al een prachtige functie. Dan hebben we een stukje Zuidwest in Dantumendeel. Maar je kan ook zeggen, we behouden een stuk Friesland in Friesland. En ik denk dat we het Sachem hebben. Het gebouw is namelijk tieren uniek. Nou, dit is heel bijzonder. Ik heb in Friesland 9 locaties van waar zo'n soort loods en steen hebben. En waarschijnlijk is dit de enige die er nog van oor is. En misschien zelfs wel in heel Nederland. Daar moet nog verder onderzoek naar dienen worden, maar dat een gebouw van haast 150 jaar met aanmetingen van 10 bij 60 meter nou haast verpleegd worden moet, van Bolzert naar Den Waard, is een hele put op zich. De ronde is bij de zoekerij meer als welkom. We hebben kwartlin hebben een klompenmakerij gekregen, nou die moet plak hebben. Den jongen hebben we stoommachine schonken gekregen, die moet ook plak hebben. Maar ze hebben er nog tal van wensken die kunnen we mooi onderbrengen in deze loods. Zoals bijvoorbeeld een ontvangst- en informatieruimte en dat soort dingen. Ik een slecht waar of een meer waarvoorziening, dat past dus dan heel mooi. Goed zo. Bedankt.